Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een update over de baan. Ik heb een nieuwe constructie gemaakt, onderbouw, bovenbouw. En ik heb daar nu nog even wat hardboard op liggen. Dat is vanwege de herrie, of voorkomen ervan. Deze hele baan is opgebouwd vanuit het idee dat hij nog uit elkaar kan. Dus er zit hieronder een scheiding tussen het linker en het rechterdeel. Alle elektriciteit is hier ook los te koppelen. En de helix is ook een losstaand deel. Maar voor de bovenplaat wilde ik kleinere vlakken hebben. Dus ik heb ongeveer de formaat genomen van een Rocco flexrail. En daarmee een module gemaakt. Tot hier. Die er ook uit kan. Zo. Nu kan ik ze nog op zijn kant zetten. Daar staan straks rails en bovenleidingen en weet ik wat nog meer. Koeien en zo opstaan. Dan zal het wat lastiger zijn. Dus ik ben aan het nadenken voor iets waar ik ze in kan schuiven om opzij te zetten. Ik heb er op zich genoeg hout voor om dat te doen. Nou, dit zijn de oude uitsteeksels van de kast waar het sowieso allemaal opgebouwd is. Daar lopen deze dwarsbalken overheen. En hier zit dus ook een scheiding daartussen. Daar overheen lopen deze latjes met erop gelijmd deze schuinen. En de onderkant zit zulkezelfde latjes. Dus die kan ik hier gewoon opleggen. En dan valt het een beetje op zijn plek. En het sluit allemaal nog niet helemaal goed aan. Misschien dat ik daarvoor op de hoeken klemmetjes ga zetten. Maar voor nu is dit eigenlijk wel prima. Hier onderdoor zit nog een ruimte voor eventuele kabels. Zodat ik stroomvoorziening van dit hele paneel afzonderlijk kan regelen van de andere. En dit is één. Kijken of dat gaat. Hier zit er nog één. Helemaal in de hoek zit er nog één. Dat is niet te zien. En helemaal aan de andere kant, haarhoes. Waar de laptop staat en waar nog een stationnetje staat. Daar staan ook nog, zitten ook nog twee panelen. Waarvan degene op de hoeken, de hele grote aan de ene kant waar de treinen kunnen keren. En de kleine aan de andere kant waar je vanaf de helix komt. Daarvan is de bedoeling dat die permanent zijn. Nu eindelijk een vlakke baan. Dat is al een heel verschil met wat ik eerst had liggen, waar ik een paar keer een rondje op heb gereden. En ook iets permanents. Hier kan ik echt op gaan beginnen. Dus nou is de vraag alleen nog wat. Maar waarschijnlijk, dat heb ik al eerder gezegd, eerst een simpel polderlandschap, kijken hoe moeilijk het is. En als dat lukt, kan ik zo'n plaat eruit halen, opbergen en er wat anders op gaan bouwen. Een echt berglandschap hier overheen wordt erg lastig gezien de losse stukken, maar klassieke Nederlandse steden moeten wel te doen zijn. Dus bedankt voor het kijken. Like en subscribe en tot een volgende keer. Hey.